Goedemorgen allemaal, mijn naam is Brent Vianen en we zijn vandaag op het Vlaams kampioenschap muurkaatsen in de Gavers. Eigenlijk is het niet moeilijk als je wil one-wall beginnen spelen. Het eerste wat je nodig hebt is een muur en een bal. Voor de rest heb je eigenlijk niets nodig. Je hebt mensen die met wanten spelen, maar in principe is dit niet nodig. Je kan ook gewoon met je blote handen spelen. De bal doet niet zoveel pijn om op te slaan, dus je hebt eigenlijk gewoon een bal en een muur nodig. One-wall wordt vooral 1 tegen 1 en 2 tegen 2 gespeeld. De bal wordt altijd opgeslagen in het opslagvak. Dan slaat de andere terug en we blijven rally spelen tot als de bal twee keer heeft gebotst of buiten de lijnen gaat van het veld. Qua kledij kan je gewoon sportkleding dragen, zoals bijvoorbeeld gewoon een sporttruitje en een sportbroek, maar er is niks speciaal nodig qua kledij. Thank you.